bevolking. Ik ga u niet de hele brief voorlezen, dat duurt veel te lang, dat straf ik u. Dus ik neem er wat highlights uit. Er wordt gevraagd voor een WODC-onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er wordt geschreven over vertroebeling van de trias politica, de rechtszekerheid, de fundamentele vrijheden van burgers, het koninklijk besluit, het CFT-onderzoek, het financieel wanbeheer, ondeugdelijk bestuur, kiezersbedrog, de werkloosheid, toegenomen sociale problemen, zorg en veiligheid die in het gevaar zijn, parlementaire dictatuur. Politie staat. En we verzoeken dus voor u om het daartoe te leiden dat de Eerste en Tweede Kamer een onderzoek gelasten van het WODC. Dus dat is de eerste petitie die ik u wil aanbieden. En dat doe ik als volgt. Is aan de voorzitter. Oeps. Eentje voor u. Dank u wel. En eentje voor de Tweede Kamer. We zijn allebei Tweede Kamer, ja? Ik dacht dat u Eerste Kamer. Nee. Goed. Meneer Recour is de voorzitter van de commissie. En als zodanig krijgt de hele commissie dus van de informatie. Van de Kamercommissie, ja. En ik mag als woordvoerder ook nog wat zeggen. Oké. Dus misschien kunt u zo vriendelijk zijn om een kopie te geven. Ik ga het uiteraard ook aan de Eerste Kamer geven. Ja. Dan krijgt u een tweede petitie, die is wat lijviger. Dat zijn maar liefst 15 bladzijden. Namens de burgerbewegingen die ik al genoemd heb, maar ook gejoind met de vakbonden SCCA, TOPA en STA. Wij vertegenwoordigen gezamenlijk op dit moment 40% van de Arabaanse kiezers en de Arabaanse bevolking. We zijn ervan overtuigd dat we binnen 2 weken doorgroeien naar de meerderheid van de Arabaanse bevolking. Dus we zijn wel een groep die wat aandacht van u verdient. Daar vragen we dus ook om. Het gaat er ons speciaal om, en nogmaals, ik ga het weer niet voorlezen, ik wil niet te veel van uw tijd nemen. We vragen om 4 specifieke dingen. Het aftreden van de regering Eenman 2. Ook alweer het WODC-onderzoek naar alle fraudes en corruptie die dagelijks het politieke terrein bezighouden. Men is dagelijks bezig met corruptie en fraude. En ik geloof dat daar uw vergaderingen over vergaan over integriteit, dus dat is belangrijk. De onmiddellijke annulering van de PPP-projecten en het op orde brengen van Rijksfinanciën in 2016 met een begrotingsoverschot. Die dingen zijn mogelijk, ze staan gemotiveerd uitgelegd in deze brief. Ik geef u uw kopie, deze is wel voor u persoonlijk als voorzitter van de Vaste Kamercommissie. En u voor alle belangstelling die u door de jaren heen altijd heeft getoond voor Aruba. Zo is het. Wel en wee. Dus we bedanken u bij voorbaat. De situatie is ernstig. U merkt het een klein beetje aan de delegatieleden die een klein beetje boos zijn geworden. Ja. De sfeer op Aruba is erg boos. Ja. Dit is echt tijd dat er geluisterd moet gaan worden. Okay. Ik heb in vorige brieven een beroep gedaan op verstandige mensen om aan Mike Eenman duidelijk te maken dat hij zelfstandig, vrij uit eigen wil terugtreedt. Mm-hmm. Want het gaat escaleren, helaas. Hoezeer me dat ook spijt en hoezeer dat ook tegen de natuur van de Arubaanse bevolking is, maar de boel gaat escaleren. Ik heb zelf 30 mei 1969 meegemaakt op Curaçao. Okay, en ik zal er van alles aan doen om dat hier te voorkomen. Maar als dingen uit controle gaan, dan gaan ze uit controle. De situatie is bijzonder ernstig. Ik vraag er nu heel beleefd en netjes om het niet te onderschatten. Nee. De ontevredenheid is massaal. Ja. Elke dag zijn er nieuwe fraudes. Vanmorgen weer 2 gevallen van fraudes. Die komen in de solo van morgenochtend. Leest u de solo maar. Elke dag fraudes.